Morning, ben ik weer. Ik heb vandaag voor jullie mijn kersttrui aangetrokken. It's a penguin. Want ik heb voor jullie een paar cadeautips om te geven aan boekenliefhebbers voor kerst. Ik vind het zelf nog wel eens moeilijk om te bedenken wat ik iemand ga geven. Maar ook vind ik het moeilijk om te bedenken wat ik zelf wil hebben. En ik ben een boekenliefhebber en ik weet dat er heel veel andere boekenliefhebbers hier kijken waarschijnlijk alleen maar boekenliefhebbers. Dus ik dacht, ik geef jullie een paar tips wat je kan vragen of kan geven aan een boekenliefhebber voor kerst. Allereerst eentje die misschien een beetje obvious is, maar misschien heb je het nog niet bedacht. De Illustrated Editions van Harry Potter. Ik zit ook te denken om mezelf deze voor kerst cadeau te doen. Want ik heb cadeaubonnen gekregen voor kerst van werk. Voor bol.com. En ze zijn nu erg in aanbieding. Dus dat is misschien wel mooi. Je hebt deze ook al van Fantastic Beasts and Where to Find Them. En van The History of Magic. Het zijn super mooie boeken. Echte collectors editions. En zeker voor Harry Potter liefhebbers. Maar ook als iemand misschien niet per se van Harry Potter houdt. Of misschien zelfs de boeken nog nooit heeft gelezen. Is dat ook een goed cadeau. Want zo kan je ze een soort van dwingen. Een beetje persuaden om het toch te lezen. Daarnaast heb ik een site ontdekt, dat heet Society 6. En dat is een site waarop mensen zelf ontwerpen maken en dit laten drukken op kussens, t-shirts, etuis, noem het maar op. En jij kan dus hun ontwerp kopen en zeggen van ik wil dit hier opgedrukt hebben in dit formaat, bladibladibladibla. En dan wordt het bij jou thuis geleverd. Hierop heb je heel veel mensen die fandom spullen maken. En dus ook fandom kussens. Op een of andere manier is dit echt een golden combination. Een fandom kussen. Voor een boekenliefhebber. Ja, je hebt het ook van series en films, maar ik heb het nu over boekenliefhebbers. Ik zelf heb daar dit kussen vandaan. Oh, hij is gewoon te groot om samen met mij in beeld te gaan. Dit is The Court of Thrasen. Dit is een fandom kussen van Throne of Glass van Sarah J. Maas. Ik vond hem zo mooi. Groen. Er staat een hert op. Oeh, en dit is de grootste maat volgens mij. En hij is echt huge. Dus, maar je hebt hem ook gewoon in kleine maten. Je hebt ze van eigenlijk elk fandom dat je kan bedenken. Ook eentje die je niet zou bedenken, hebben ze het van. Dus neem zeker een kijkje. Zoek jouw favoriete fandom op voor degene voor wie het cadeau koopt. En zoek een leuk kussen uit. Ze zijn ook echt super mooi. Dan voor het derde idee kan je dus op diezelfde site zo'n tasje kopen. Dit is volgens mij de ene grootste formaat. En hier passen al mijn boeken in. En ik heb gerekend van het grootste boek dat ik heb. Dat was volgens mij was dat Throne of Glass van Sarah J. Maas. Een hardcover qua lengte. Dus ik heb die opgemeten en toen wist ik zeker dat deze passen. Deze staat Fall into Books en hij is helemaal herfstig. Ik vond hem super mooi. En deze gebruik ik dus om mijn boeken in te doen als ze in mijn tas gaan, zodat ze niet beschadigen. Perfecte cadeau dus voor een boekenliefhebber. Niet alleen kan je er een leuke quote op zetten. Of deze komt bijvoorbeeld ook in het kussen dat ik net liet zien. A Court of Thrasen. Dus deze kun je ook een fandom doen. Of gewoon zoals ik heb gekozen eentje die er super leuk uitziet. Met een leuke tekst. En dan heeft jouw boekenliefhebber de perfecte plek om veilig zijn of haar boek op te bergen en mee te nemen. Dus dit is gewoon een superleuk idee. Wil je het nou niet helemaal uit het buitenland laten halen? Want Society 6 komt uit Amerika, als ik het goed zeg. Blossom Books Spread the Book Love heeft ook dit soort tasjes. Dus dan kan je daar ook kijken. Niet zulke soort, maar met tekst erop. Dan een beetje in hetzelfde thema als het eerste idee. Is een mooi boek. En hier is er eentje die recent is uitgekomen en die ik heel kerstig vind. En dat is De Notenkraker. Uitgegeven bij Blossom Books. Niet alleen is dit een mooi verhaal. Voor wie De Notenkraker niet kent. Ik ken het eigenlijk alleen. Volgens mij was dat een Barbie film destijds. I don't know. Maar ik ken het verhaal van De Notenkraker wel. Musical.
Superleuk. En op een of andere manier heel kerstig. En deze uitgave van Blossom Book ziet er ook heel kerstig uit. Er zitten hele mooie illustraties in. Dit is ook gewoon een leuk boek voor op de koffietafel of om op plankjes te laten zien en dergelijke. En hij is heel festief, heel kerstig. En dan mijn laatste aanbeveling zijn eigenlijk wat meerdere. Er zijn tegenwoordig heel veel leuke producten die worden verkocht die gelinkt zijn aan boeken. En hiermee bedoel ik bijvoorbeeld thee. Die hebben een bepaalde smaak die hoort bij een boek of bij een personage. En geurkaarsen, hetzelfde eigenlijk, een geur die past bij een verhaal of bij een personage. Ik vind dit echt super leuk. Ik heb hier zelf eigenlijk nog helemaal niks van. Waarom? Geen idee. Wel heb ik de Wonderland Tea. Die kreeg ik bij het boek op de boekpresentatie. En ik vind het super leuk. Gewoon het idee dat als jij een boek leest en dat jij een geurkaars op kan zetten. Of een kop thee kan drinken. Terwijl jij dat boek leest en die gelinkt staat aan het boek, zeg maar. Het is zo leuk. En buiten dat, op een of andere manier, wij boeklovers zijn heel erg kaarsenmensjes en theedrinkers. Op een of andere manier. Ik denk dat het is omdat we dan een gezellige reading spot creëren. Dus dan gebruik je thee en kaarsen. Dus het is gewoon een perfecte combinatie. Dus het is gewoon geniaal dat mensen dat hebben omgezet en gelinkt hebben. Dat je gewoon een thee hebt die hoort bij een boek of bij een personage. Ik vind het echt fantastisch. Ik zal hieronder wel een paar shops laten. Maar wat ik zelf denk, deze hebben een leuke collectie en niet zo duur voor wat je krijgt. En die zijn dan ook Nederlands, zodat je die uit het buitenland hoeft te halen. Want dit zijn dingen die zijn vaak begonnen in het buitenland en dat doen mensen nu ook in Nederland en dat vind ik echt super leuk. Dat was het dan voor deze video. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Ik hoop dat misschien één van jullie denkt, oh, ik ben uit de brand geholpen. Ik heb het perfecte kerstcadeau gevonden. Nou, Pingu en ik zeggen nu gedag. Laat zeker weten als jij andere aanbevelingen hebt waarvan je denkt van, hey, dit is ook super tof voor kerst, boekish en kerstish. Zoals altijd, links naar de boeken staan in de beschrijving. Ook vind je daar mijn sociale media kanalen. Check it out. And we can talk it more. I don't know. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Abonneer als je meer wilt zien. En fijne feestdagen alvast. Maar ik zie jullie daarvoor wel weer. Doei!